Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Lage wolkenvelden trekken over ons land en er liggen ook wat dikkere wolken voor ons klaar. En dat betekent dat het in het algemeen grijs is vanochtend. Misschien dat er in het oosten van het land wat motregen valt, maar dat stelt weinig voor. En verder is het op de meeste plaatsen droog en zeer zacht, 9 tot 11 graden. Vanmiddag misschien nog een spaarzame opklaring in het zuidwesten, maar verder is het bewolkt. En van het noorden uit gaat het ook regenen. Die regenzone trekt langzaam over ons land. Het waait stevig, vooral langs de kust. hardwindkracht windkracht 7. En als die regenzone een keer voorbij gaat trekken, gaat de wind wat draaien naar een noordwestelijke richting. En begint het ook op te klaren en snel af te koelen in de avond. In de nacht dalen de temperaturen naar 2 graden en wordt het droog. Morgen is het 7 of 8 graden. Er staat niet zo heel veel wind, zwak tot matig uit het westen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden. In het noorden wat meer wolken, maar van neerslag is geen sprake. In de avond en nacht neemt de bewolking toe, gaat het ook regenen, woensdagochtend regent het, woensdagmiddag begint het van het westen uit weer wat op te klaren: 7 tot 9 graden, de dagen daarna ook zo'n 5 tot 7 graden. Het zijn dus wat lagere temperaturen dan de laatste dagen. Het is wat wisselvallig met soms een vlok natte sneeuw.